YouTube. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een Species Spotlight deed, oftewel een In the Spotlight, waarin ik één soort vis bespreek. De laatste keer was de Anatoma Helena slak, dit keer doe ik de Blue Phantom Pleco, oftewel de L128. Prachtige vis, dus kijk zeker mee. Daar is die dan, de Blue Phantom Pleco, de L128. Dit zijn de enige pleco's die ik in mijn gezelschapsaquarium heb. Ik heb er twee stuks van en ik wil jullie vandaag graag wat vertellen over deze vis, want ze zijn gewoon echt prachtig en niet heel moeilijk te houden. Het is een Hemianthistrus soort. Er is enige twijfel binnen de wetenschap of dit misschien dezelfde vis is als de L200. Dat is de Green Phantom Pleco. Ze komen namelijk uit hetzelfde rivierensysteem, maar worden op verschillende locaties gevangen. Ze lijken sprekend op elkaar, alleen de kleur wijkt wat af. Mijn zijn mij verkocht als Blue Phantom Pleco's en ze hebben ook wel een blauwe gloed. Daarbij moet ik wel zeggen dat het nogal verschilt per plek in het aquarium qua verlichting, welke kleur ze hebben. Ze hebben ook een wat groenige gloed, maar zoals je hier ziet zijn het prachtige vissen. Een volwassen vis wordt ongeveer 18 centimeter groot en ze komen uit Zuid-Amerika, Venezuela, het Rio Orinoco van oorsprong. Wat heeft deze vis nodig in het aquarium? Zorg voor lichtstromend tot sterkstromend water. In de natuur hebben ze vooral een rotsachtige ondergrond. Hier hou ik ze in een plantenbak. Wat wel belangrijk is, is dat iedere vis een eigen schuilplaats moet hebben. Dus zorg voor holtes tussen stenen, grotjes, legholen, etc. Zodat ze daar geen ruzie om gaan maken, want anders kunnen ze nogal territoriaal worden. De minimale grootte van het aquarium die wordt aangeraden is over het algemeen 120 liter. Ik hou ze hier in een 180 liter aquarium, twee stuks. En ze doen het prima, ze hebben geen last van elkaar, jagen elkaar niet op. Wat wel leuk is, is dat ik deze vissen eigenlijk vrij veel zie. Dus het is niet zo dat ze de hele dag verstopt zitten. Ik zie ze regelmatig over de bodem gaan. En ze zijn dus behoorlijk zichtbaar voor een pleco. Ik weet niet of dat aan mijn aquarium ligt, maar dit is mijn ervaring in ieder geval. Het zijn vreedzame vissen die geschikt zijn voor een gezelschapsbak. Zorg er dus wel voor dat je genoeg schuilplaatsen hebt, anders kunnen ze wat agressief worden. De beste temperatuur om ze op te houden is tussen de 22 en de 25 graden Celsius. En een pH van tussen de 6 en de 7,2. Nou, ik heb hier een pH van 7, dus daar doen ze het eigenlijk perfect op. Deze vissen zijn al in gevangenschap gekweekt en het zijn cave spawners. Dat houdt dus in, ze leggen hun eieren, net als bijvoorbeeld de Ancestris, in een hol en bewaken deze. Op dit moment is er echter niet veel kennis over welke waterwaarden ze dan nodig hebben om te gaan kweken. Vaak zullen de vissen die je in de winkel koopt dan ook wildvang zijn. In het wild leven deze vissen als omnivoren, wat inhoudt dat deze vissen dus zowel plantaardig als dierlijk voedsel nodig hebben. Zorg er dan ook voor dat je in het aquarium gevarieerd voert. Bijvoorbeeld diepvriesvoer, levend voer, groenten. Zoals je in dit filmpje ziet, voer ik ze graag groenten. Hou er wel rekening mee dat deze vissen grazers zijn. Je ziet dat de bek naar de bodem toe staat en ze grazen als het ware over algen en over hun dieet. Goed idee zou kunnen zijn om repassie uit te laten harden op een steen of op een stuk hout, wat je dan in het aquarium legt, zodat de vissen daar mooi op kunnen grazen. Hier merk ik dat ze met de pot mee eten, maar als ik bijvoorbeeld een courgette of een stuk paprika in de bak leg, ja, dan merk je gewoon dat het binnen één nacht weg is. Vinden ze dus erg lekker. Bedankt voor het kijken. Laat zeker hieronder de video in de comments even weten wat je van deze video vond. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En klik even op het belletje, dan krijg je de meldingen als ik een nieuwe video upload. Iedere woensdag een nieuwe video in principe. En ik zie jullie volgende week.